De aanwijzingen zijn overal. Cultsymbolen kunnen worden gezien in bijna alle grote muziekindustrieën, merchandise, concerten en muziekvideo's. Maar wat betekent het? Zijn al deze gebaren en symbolen slechts toeval? Of is het eigenlijk een geheime boodschap van onze favoriete sterren? Proberen Drake, Kanye, Lady Gaga, Beyoncé en Jay-Z ons wat te vertellen? Iets wat we eigenlijk niet mogen weten over de donkere kant van de muziekindustrie. In 2009 publiceerde Kanye West zijn nummer Eyes Closed live tijdens een concert. In het nummer rapt Kanye: "Ik verkocht mijn ziel aan de duivel en het is een slechte deal. Dit spel kan je niet winnen omdat ze van je houden, daarna haten en daarna weer van je houden." Is het mogelijk dat Kanye refereert aan een eliteorganisatie die de machtigste bedrijven manipuleert? En met deze eliteorganisatie bedoelen we de eeuwenoude Illuminati. En waarom zou de Illuminati interesse hebben in de muziekindustrie? Strikt Geheim komt met de vraag: wordt de muziekindustrie gecontroleerd door de Illuminati? De uitwerking die muziek heeft op de menselijke gedachten wordt al eeuwen geregistreerd. Al in het jaar 400 voor Christus schreef Plato: "Muziek geeft het universum een ziel, de gedachten vleugels, vlucht aan de verbeelding en leven aan alles." Honderden wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat muziek een sterk effect kan hebben op de menselijke emoties, gedrag en waarnemingen. In 1839 deed Heinrich Wilhelm Doof een fascinerende ontdekking met behulp van dubbele tonen. Één voor het linkeroor en één voor het rechteroor. Speciale frequenties in de muziek hadden effect op het gedrag van hersengolven en dus ons humeur. In recenter onderzoek in 1912 ontdekte deze waarneming van de buitenwereld direct beïnvloed wordt door ritme in muziek, omdat onze hersengolven synchroniseren met het ritme. Het bleek dat wanneer mensen synchroon bewogen en dachten, ze de wereld om zich heen ervoeren als gesynchroniseerd. Dit betekent dat onze mentale processen veranderd kunnen worden door het gebruik van muziek. Eén stap verder is het gebruik van bewegende beelden om de mensen te manipuleren. Dit werd al snel opgepikt door de geniale, maar gevaarlijke meesterbreinen in de geschiedenis. Hitlers minister van propaganda, Joseph Goebbels, gaf aan dat film één van de meest geavanceerde methodes was om de massa te beïnvloeden. In 1980 begonnen zelfs normale ouders zich zorgen te maken over de invloed van films en beelden. Dit kwam door twee jongens die zelfmoord hadden gepleegd, zogenaamd veroorzaakt door verborgen satanische berichten in het album van Judas Priest. De media en muziek heeft invloed op ons gedrag en onze gedachten. Dus is het mogelijk dat een elite groep zoals de Illuminati de muziekindustrie domineert met het doel om de media te vullen met onderbewuste berichten naar hun keuze? En zo ja, dan waarom? De Illuminati werd gesticht in 1976 door Adam Weishaupt als alternatief voor de vrijmetselarij. De groep richtte zich op de wetenschap, vrouwenrechten en het tegengaan van de onderdrukking van de kerk en overheid. In 1785 zou het uit elkaar zijn gegaan toen geheime groeperingen illegaal werden. Er werd geloofd dat de Illuminati in het geheim verder is gegaan en zou zijn getransformeerd in een geheimere en duistere vorm. Deze nieuwe Illuminati zou het doel hebben om de wereld te veroveren en te voorzien van hun idealen en hun ideeën, genaamd de Nieuwe Wereldorde. Op de Amerikaanse dollar staat de tekst Novus Ordo Seclorum met het alziend oog. Dit oog is het oude teken voor de vrijmetselarij. De tekst betekent Nieuwe Orde van de Eeuw. Theoreticus Manly Palmer Hall heeft ontdekt dat de stichters van de Amerikaanse overheid nauwe banden hadden met de vrijmetselarij. Hall gelooft dat de overheid en bedrijven de banden tussen de vrijmetselarij en de Illuminati hebben gebruikt om de massa te beïnvloeden met satanische symbolen. 666, duivelshorens, driehoeken, alziend oog en gedraaide kruisen zijn slechts een aantal van de vele symbolen gebruikt in de media. En dat met het doel om de massa te sturen in een richting van zonde, goedgelovigheid en beïnvloedbaarheid. En wat is nou een betere manier om de mensen te bereiken via de muziekindustrie? Tussen 2004 en 2013 genereerde de digitale muziekindustrie een geschatte hoeveelheid van 6 miljard dollar. En muziekvideoplatform Vivo heeft maandelijks 57 miljoen unieke kijkers. En dat enkel uit de Verenigde Staten. Dit betekent dat muziekvideo's van artiesten zoals Rihanna, Justin Bieber en Miley Cyrus een gigantisch publiek bereiken. Dit zou kunnen worden gebruikt om het publiek te hersenspoelen met specifieke gedachten en ideeën. Veel nummers van Rihanna bevatten Illuminati-symbolen, maar haar teken Umbrella zit vol met duivelse afbeeldingen en verwijzingen. Het album waar het nummer van afkomstig is, heet Good Girls Gone Bad, wat kan wijzen op het doel van de Illuminati om het publiek pervers te maken. De driehoek, de zondige transformatie van Rihanna, zes schaduwdansers en de duivel zelf zitten allemaal verborgen in deze video. Dit nummer, samen met nog veel meer nummers uit de hitlijsten, brengen hetzelfde verborgen bericht over. Namelijk het verlangen om een samenleving te creëren gebaseerd op lust, afleiding, celebrity-aanbidding en gehoorzaamheid. Vanuit het perspectief van de Illuminati is een samenleving gebaseerd op deze ideeën veel makkelijker te manipuleren. En dus om de mensen te leiden naar een nieuwe wereldorde. In andere woorden, volgens Mark Dice speelt Illuminati met onze favoriete artiesten alsof het poppetjes zijn.
Hij denkt dat ze een deal hebben gesloten met de duivelse Illuminati in ruil voor de roem. En worden zo gedwongen om te doen wat ze opgedragen wordt. Hierdoor kan de Illuminati heersen over de kapitalistische samenleving. Illuminati is ook een gevaarlijke organisatie, zo wordt gezegd. In september 1996 wordt Tupac neergeschoten in Las Vegas. Het was niet zomaar een artiest. Hij was ook een activist die zich tegen het kapitalisme en onderdrukking uitsprak. Zijn laatste studioalbum, The Don Illuminati, de theorie van 7 dagen, zou de muziekindustrie kwaad hebben gemaakt. In een interview heeft Tupac gezegd, daarom staat de K ervoor, omdat ik die Illuminati zo kapot maak. Veel fans geloven dat de Illuminati Tupac vermoord hebben, omdat hij hen beledigd had. Als deze organisatie echt bestaat, dan valt er dus niet mee te spotten. Een veel verontrustendere theorie over de duivelse symbolen en berichten in onze moderne media is dat het niet een waarschuwing is voor de nieuwe wereldoorlog, maar een viering. Een viering door de Illuminati vanwege hun succesvolle beïnvloeding van de massa en media. Een politiek wetenschapper beweert dat de eigenaren van de muziekindustrie en de rechten die daarbij horen een directe invloed hebben over de verdeling van de rijkdom in Amerika. Op dit moment is 1% van de Amerikaanse bevolking in het bezit van 34,5% van het private vermogen. Het doel van de Illuminati zou zijn het onderdrukken van de mensheid door middel van armoede. Vond je dit een interessante video? Kijk dan zeker ook mijn video op het kanaal 10. Daar heb ik namelijk 10 harde Illuminati feiten. Wil je deze video zien? Klik dan op het scherm en kijk je op je telefoon of tablet. Draai dan je scherm om, want dan staat het linkje voor je in de videobeschrijving. Bedankt voor het kijken en ik zie jou de volgende keer.